Wat is een recht als de mens zijn rug ernaartoe keert en zijn ogen ervoor sluit? In onze samenleving, waar we steeds vaker homohuwelijk accepteren en we moslimvluchtelingen een veilige thuishaven bieden om te vluchten voor radicalen, worden toch in onze westerse samenleving veel mensen gediscrimineerd. En hoewel we steeds toleranter worden op het vlak van geloof, afkomst of geslacht, is het juist het tegenovergestelde op het vlak van de beperking. Mensen met een beperking worden veroordeeld op de vooroordelen die mensen aan de beperking verbinden. Dat komt vaak voor, bij bijvoorbeeld het krijgen van een beoordeling op scholen of het vinden van de juiste baan. Autisten zoals ik proberen onderwijs te volgen. En puur vanwege je autisme krijg je te horen dat de school je niet de hulp zou kunnen bieden en daarom het geen goede keuze is. Of als je een school een mail stuurt met de woorden autistische leerling, dat de school je dan doelbewust negeert. Je wordt dan niet op je capaciteiten of ambitie beoordeeld, maar op één woord, autisme. Via deze vooroordelen en de mensen die naar deze vooroordelen handelen, wordt het recht op onderwijs op deze manier ontzegd. Dit is discriminatie. En in deze samenleving komt het steeds vaker voor. En hoewel ik moet toegeven dat mensen met een beperking beter ze kunnen leren omgaan met de beperking op het speciaal onderwijs, is dit door bezuinigingen voor de meesten niet mogelijk. Juist daarom moeten scholen proberen deze mensen te helpen en in de fase van ontwikkeling te begeleiden, zodat de beperkte mensen een betere kans krijgen capaciteiten zo goed mogelijk te ontwikkelen, waardoor deze mensen met de beperking goed in de samenleving kunnen functioneren. En ook banen moeten mensen niet als een zwarte schaap worden behandeld, maar als een werknemer die met een beetje hulp goed kan functioneren in het bedrijfsleven. Mensen, ik vraag u, beoordeel niet op een beperking, maar op iemands persoonlijkheid. Martin Luther King had een droom, een Amerikaanse droom, dat iedereen gelijk is. Wij hebben deze droom omhelst, maar helaas alleen blijven dromen. Ik, als iemand waarvan men dacht dat hij door slechte spierontwikkeling nooit zou kunnen fietsen, die absens een vorm van epilepsie heeft gehad, die met autisme gewoon goed in het gewone onderwijs meedraait en die door slechte spierontwikkeling moeite heeft met spreken, toch nu hier voor u spreekt, moet toch het bewijs zijn dat het anders kan? Ik heb een visie dat je niet op een beperking of afkomst of geslacht wordt veroordeeld, maar dat je wordt beoordeeld op je capaciteiten. Want een recht waar de mensen hun ogen versluiten en hun rug naartoe keren, is een misdaad. Ik geloof dat als een mens meer open staat tegenover mensen met een beperking en niet zomaar mensen op onnodige vooroordelen beoordeelt, deze strijd voor gelijke rechten overbodig is.